Welkom allemaal. Vandaag is het vrijdag en het is 5:30 geweest. Dus we gaan nu inkopen voor de vlucht Boksmeer, de eerste officiële bedvlucht. Ik heb de Finn al bij de doffer zitten. Ik heb de mand gepakt, dus we gaan nou duif pakken. Ik heb de klok ook gezet, dat zal ik jullie straks laten zien. Dus tot zo. Nou, we gaan even de duif zetten voor... Ja, ik heb ze al gezet. 6:12 als tweede getekende. Dan, oh. Daar, jongen. 6:46 als eerste. 8:32 als derde. En dan moeten we gaan afwachten hoe ze morgen thuis zullen komen. Nou, Dobbs, het even vinden bij de doffers. Gaan we zo meteen pakken. Goedemorgen mensen. Het is nu 9 uur. Het is zaterdag. Dus vandaag hebben we de vlucht. De duif is nog niet los. We hebben een update van de afdeling dat ze niet voor 9:30 eruit gaan omdat het nog te koud is. Dus we moeten nog even geduld hebben voordat ze losgaan. Nou, de duiven zijn gelost om 9:50. Het is nu 10:50. We staan buiten. Een bak koffie. En dan gaan we zo de duif op wachten. Kom aan. Kom. 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 Nou, we hebben de eerste drie thuis. Dat was de tweede aangewezen, dat de derde aangewezen. En de eerste aangewezen is er nog niet. Maar ja, we zullen ze een beetje voer geven. Toffe en een vreemde erbij. Ik heb geen rode. Kom. Nou, de eerste aangewezen is er ook. Deze delfin. Haar doffer is ook net gekomen. Daar de doffer. Dus we hebben er nog 6 thuis. Nog 4 te gaan. Nou, we hebben nu 7 duiven thuis van het team. Dus nog 3 stuk te gaan. We zaten niet heel vroeg. We zaten een kwartier achter de eerste van de vereniging. Dat was dan toevallig opa. Die was op 32 en wij op 47. Dus het moet nog wel een stukje sneller om een beetje vroeg te pakken. Dus daar moeten we wat aan gaan doen. En misschien wordt het dan volgende week beter. Deze doffer was de eerste. De 8:32. Zijn duffing komt ook net aanzitten. Beetje laat, maar ja. Het is er ook weer. Dus nu is er alleen dit koppel nog. Bij de vondkoppel. Dus. Nou, alle delfinen zijn weer thuis en zijn we weer bij de doffer weg.
weer in het bad. Toffer is mooi voeren. Ik mis helaas nog steeds die toffer. En daar vinden ze er wel. Binnen. Nou mensen, dat was het de video. Ik heb niet heel veel aankomsten kunnen filmen. Aangezien ik of net te laat was of te druk met wat anders. Ik hoop dat ze volgende week beter komen, of tenminste wat vroeger. Ze kwamen op zich wel goed, alleen ze moeten ik denk wel een kwartier eerder komen. Wil ik een beetje meedraaien voorin. Dus ja. Maar kijken of we daar deze week een beetje meer aandacht aan kunnen besteden. En dan hopen dat ze volgende week wat beter komen. Mocht je nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, kan hier beneden. En zie ik jullie bij de volgende video. Doei!